In ieder geval genoeg laadruimte. Het is zaterdagochtend hier in Yangon, 7:15. En we zijn nu op weg naar het busstation voor de bus naar Pi. Dit is onze taxichauffeur van vandaag. Vind je onze bus? Een vechtfilm en die vechtfilm gaat over een meisje en een man en die man wordt in elkaar geslagen. Wil je ook een koekje? De bus in de gaten hoor, want ik wil hier niet blijven. Ik heb hier een mannetje. Papa, ja. En die gaat ons naar het hotel brengen. Okay. 3000 together. Okay. Yeah. Zijn we nu aangekomen bij het Nawa Day Hotel. Nou Edje, op naar het volgende avontuur. En dit is onze kamer bij het Nawa Day Hotel, waar we zojuist zijn ingecheckt. Twee bedden, 1-2 persoons. De dames zitten lekker aan de koffie en de thee. De badkamer, waar ze nog vergeten zijn de tegeltjes te plakken. De moderne douche met wat kalkaanslag. Raam met ventilator. En de wastafel. Dat is echt de stad weer, hè? Ja. Je gaat de bocht om en je bent ineens in de stad. Koffertjes. Kijk, ze hebben hier ook boyo. Nou, het ziet er gezellig uit hier. Zaterdagavond. Wil je karaoke? Nee, ik doe geen karaoke.
I give you the red one. Wat aanbevolen wordt op dit terras is een biertje van de tap. Net kregen we de menulijst en we vroegen het ons af wat het kostte, want er stond geen prijs bij. Dus toen vroegen we het, maar het was wel erg veel, dus nu gaan we weg. Op naar het volgende restaurant, waar ze hopelijk wel een kaart hebben met de prijslijst erbij. Ook hier weer geen prijs op de kaart. Maar deze meneer sprak net iets meer Engels, waardoor we de prijs konden vragen van de gerecht die we wilden. Dus hier gaan we maar eten. Nou, Lore, wat had je ook alweer? Ik heb een chicken. Ik heb noedelsoep met kip. Chicken. Chicken tonight?